SB Yabini Incorporated organiseert voor ondernemers en startende ondernemers voor de eerste keer een Gospel Kaseko dinnershow. Organisator Samantha Yabini zegt dat het doel van deze dag is om de ondernemers middels trainingen en workshops te laten zien dat zij meer in zich hebben dan ze denken. Dit evenement is een uniek concept voor Suriname, waarbij er een business training en een diner gegeven zullen worden, geeft Yabini aan. Maar de bedoeling van dit is for His glory, om de glorie van de Heer in Suriname terug te brengen en de mensen te motiveren om al hun dromen en talenten eruit te halen voor hun toekomst. Nou, eigenlijk wil ik ze een training geven als ze een eigen bedrijf willen beginnen of als zij misschien een andere hobby willen. Maar de bedoeling is om hun te laten beseffen dat er meer in hun is dan dat men denkt. En daarmee eigenlijk wat in je is, geloof ik ook echt dat je jezelf eigenlijk kan onderhouden in je leven. Daar geloof ik echt in. En ik wil ze motiveren, gewoon Suriname motiveren van we kunnen opstaan, we gaan ervoor. Ja. Dus, En wie zullen de trainers zijn? Ik ben een internationale business coach en ik ben internationaal heel erg veel bezig. Dus vandaar dat ik terug ben gekomen naar Suriname om ook dat weer terug te geven aan het land. Yabini zegt verder dat de organisatie goede reacties heeft ontvangen uit de samenleving. Volgens Patrick TV Tevreden, voormalig voorzanger van Sukurusani, is het een mooi initiatief om het woord van God anders te vertolken. Ik wilde dicht bij de Surinamers komen en ik dacht ik moet iets hebben waar de Surinamers van houden en ik kwam dus op die Gospel Kaseko dinner show. Ik moet ook nog bij zeggen dat For His Glory, wat de organisatie, waar een van mijn bedrijven onder SB Yabini Incorporated, dat wij een wereldtour hebben gepland en ik ben begonnen in Suriname, maar we zullen ook naar Aruba, Curaçao, Jamaica, Ghana, Zuid-Afrika, Marokko en noem maar op gaan. Maar ik ben gestart in Suriname, mijn eigen thuisland. Zijn er veel Kaseko Gospel liederen? Nou, er zijn heel veel. Vergeet u niet. Ik ben ook op de zondagschool geweest. Oh. En ik heb ook heel veel liederen. Dus als je tegenwoordig hoort en alle mensen hebt van verschillende gospelliederen die je in Kaseko kan brengen. Zelf in, Nederlandse nummers die je kan overbrengen in Kaseko. En daarom ben ik bezig. En ook een eigen creatie. Waarom ik bezig ben de nummers te schrijven. En zo wordt die verwerkt in Kaseko. Patrick TV Tevreden en daarvoor Samantha Yabini. Zij spraken over de eerste Gospel Kaseko Dinner Show die op vrijdag 31 januari wordt gehouden in Utopia.